Hoi, mijn naam is Romy en in deze video ga ik jullie meer vertellen over twee hooinetten van Kerbel die wij in ons assortiment hebben. Specifiek ga ik dieper in op de maasgrootte, hoeveel hooi er in het hooinet past, hoe sterk die is en hoe je hem kan ophangen. Wanneer je je paard ruwvoer geeft via een hooinet, zorg je ervoor dat hij langzamer opeet dan wanneer je het voert zonder hooinet. Zo doet je paard langer over zijn ruwvoer, wat een hele hoop voordelen heeft. Wij hebben twee hooinetten van Kerbel in ons assortiment. Als eerst het hooinet tunnelvorm. Dit is een praktische hooitunnel die je via twee kanten kunt vullen. Dit gaat extra makkelijk doordat er aan beide uiteindes en in het midden een metalen ring zit. En je kunt het hooinet openen en sluiten met een ritssluiting. Na het vullen van het hooinet kun je door middel van sterke banden met musketon haken en gemakkelijk ophangen, bijvoorbeeld in je stal. Tot slot is dit sterke hooinet scheurbestendig en duurzaam. De maasgrootte van het hooinet is zo'n 5 cm, wat ervoor zorgt dat paarden langer over hun ruwvoer doen. Dan gaan we door naar de Kerbel Easy Fill. Dit hooinet is een slow feeder met een superhandige vulfunctie. De ophanghaak kun je ook gebruiken als hulp bij het vullen en je opent en sluit het hooinet met een handig systeem. Dit sterke en duurzame hooinet is gemaakt van mesh en heeft een maasgrootte van 3 bij 3 cm. De hooinet tunnelvorm waar ik het net over had, die heeft al een maasgrootte die ervoor zorgt dat paarden langer over hun ruwvoer doen. Maar dit hooinet, de Easy Fill, heeft een nog kleinere maasgrootte, waardoor paarden nog langer over hun ruwvoer zullen doen. Dit waren de hooinetten van Kerbel die wij in ons assortiment hebben. Heb je nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons op.